Ja. Dit is de Rad van Elf. Het Rad van Elf. De Rad van Elf. Oh, het dat Rad. Is, dat is dus een grote groep. Al 99... Hij durft niet. Oh, nog een mens met een microfoon. Ja, nog eens. Er zijn er al drie hier zo. Wat zei u? Er zijn er al drie dan. Ja, dat zijn drie microfoons hier inderdaad. Wat zijn jullie aan het doen? We hebben een tomtom bij. En het is een NAC-tomtom. Het is namelijk al 99 jaar sleuren en sjouwen om NAC op jubileumkoers te houden. We hebben meerdere obstakels. NAC-kampioen. NAC 100 jaar, maar ook een dreigend faillissement. Degradatie. En het is natuurlijk doel van onze pijl om de juiste doelen te bereiken en de foute doelen te omzeilen. Goed zo. Wij zijn kampioen bier drinken, hè? Ieder jaar opnieuw. Hè? Dat kunnen wij... Hou we zo. Dat zullen we ook doen ook. Hou we zo. Ja, deze mensen hebben echt een nakhart, hè? Ja, dat is echt een nakfans. Ja, dat zijn echte nakfans. Dat zijn de echte. Ja. Dat zijn echt. En dat was nou zonde dat nak het nou weer even niet afweten, hè? Inderdaad, al 99 jaar sleuren en sjouwen om NAC op jubileumkoers te houden. Ja, ja, ja. Ja, het ja, valt ook niet mee om zo'n club draaiende te houden. Hè? Maar ik hoop dat ze de 100 halen. Want Kees Schrijvers heeft er wel op staan als NAC 100 jaar bestaat. Hoor. Nou, ik vind het wel leuk in ieder geval als dat NAC zo in de kielegatsoptocht mee kunt dragen. Het is ook een stuk Breda, he. Handig gedragen wordt. Kielegats, jawel. Ja. Kost een paar cent, maar dat heb ik wel, hè. Ja. Ze leggen het wel uit, hè? Ze leggen alles uit, dat publiek hier. Ja, dat mag even draaien, hoor, want ze staan op de stil. Links op of rechts op? Rechts op. We kijken stuizen voor de bel. Dan ook dat ze eventjes stil. Niet door onze schuld. Oh, gissing, gissing. Oh. Links op, sorry, links op. Volgens mij kunnen ze de brug niet over. Ja, daar zou de best kans op hebben. Wat ga je zeggen? Ja, nou. We hebben het er straks over die brug gehad, hè? Ja, 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 ja. Daar hebben ze trouwens een heel draaiboek aan hangen, aan die brug, hè? Dus alle optochtdeelnemers krijgen dat reglement. En daar zit als bijlage in waar de wagens aan moeten voldoen die over die rustige, op die roestige brug moeten gaan. Rustige brug. Rustige brug, ja. Ja. Maar ja, dat is ook een, het, ja, het is wel een mooie brug, maar het geeft toch wel een hoop problemen. Ik ben benieuwd of het daar aan ligt. Dat lezen we morgen wel in de krant, hè? Dat lezen we morgen in de krant, ja. Dat alles vastgelopen is. Ik kan jou nou maar moeilijk daar naartoe sturen, hè, Christian. Dan vallen we van de zender af. Dan vallen we helemaal van de zender af, dat kan niet. Wat gaan we hier krijgen? Ja, hier. Ik ben jarig, dus ik maak het... Vandaag de bot. Gefeliciteerd, oké. Okay. Dank je wel, even mee. Met mijn verjaardag. Oh ja, gefeliciteerd met mijn verjaardag. Ja, en een trouwe NAC-supporter. Ja, ook nog. Dat is mijn groepje, dat is mijn groepje. Is dat jouw groepje daar zo? Dat zijn dat is een Rad van Elf. Een NAC-supporter. Geweldig. Ja, gezoek, ja, gezoek. Je komt erop, je bent er al op geweest, ja. De optocht die gaan weer rijden. We gaan weer, jongens. Jullie moeten weer gaan.